Radio Minerva. We zitten best gezellig in de studio, samen met Ida de Nijs. En ik heb uit jouw cd toch een nummertje gekozen dat ook gespeeld, of gezongen wordt door Frank Boeien. En niet alleen hij, ik krijg er zelfs al kippenvlees van als ik het moet vertellen. Frank Boeien heeft het ooit samengezongen met Ramses Shaffy. Niet met Lisbeth List, heel vreemd toch wel, maar wel met Mathilde Santing. Oh, prachtig hè? Ja, heel mooi. En natuurlijk ook heel wat andere Nederlandse artiesten hebben het gezongen. En nu jij ook. Ja. Heeft die plaat voor jou een bepaalde betekenis? Zeg me dat het niet zo is. Dat is een, ik vind dat een nummer en dat grijpt je bij je strot, ja. Zeggen ze bij ons hè. Ja, weet je, ik ben natuurlijk ook al wat ouder, dus je hebt al wat levenservaring natuurlijk. En om je heen zijn natuurlijk al wat mensen weggevallen. Je hebt al wat meegemaakt. Dus ja, precies. En ik denk wel inderdaad dat dat triggert wel. Als je mensen verliest, dat nummer. Ja, dat, ik heb mijn ouders vroeg verloren. Dus dat zijn wel liedjes die er dan in hakken. Ja, ja, het is een soort afscheidslied. Maar Frank Boeien heeft nooit willen zeggen voor wie. Nee, dat was, hè? Ik weet het ook niet hoor. Nee, ik heb geen idee. Het raden naar. En desalniettemin, iedereen is erdoor gepakt. Ja. En ik vind het door jou heel mooi ingezongen. Dankjewel. Ik zou willen voorstellen, we gaan luisteren. Heel graag. Maar ik heb iets heel speciaals bedacht. Ja. En dan moet je even die koptelefoon toch opzetten. Ja. Ik heb een heel klein stukje en dan ga je zeggen van, oh, je hoort me nog, hè? Ja, ik hoor je nog. Ja. Dus ik heb iets gedaan, een boutade eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb jou met Frank een beetje laten meezingen. Amai. Alleen in het begin, omdat het moet met de middelen die we hebben. Dus, maar ik heb het hier klaargelegd en ik stel voor, laat ons daar even naar luisteren, want het is een prachtnummer. Hier is het. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga. Ja, ik vroeg je in het begin. Kippenvel hoor. Kom hoor, kijk maar. Ik stelde jou de vraag in het begin van, ja, zou je niet graag een duet met Frank zingen? En je was heel resoluut. En als je dit nu hoort, dan ja, het geeft toch wel een bepaald... Ja. Wat doet het bij jou? Nu ik dat zo hoor, denk ik, ai, dat is eigenlijk wel heel mooi. Maar ik zei heel resoluut tegen jou, nee, dat doe ik niet. Ja. Maar ik dacht altijd dat die, die stemmen niet kleurden. En, ja, je ziet, met beperkte middelen hebben we toch een beetje kunnen kleuren. Nou, je zet me nu gewoon op het verkeerde been, want misschien wil ik het wel. Het is hetzelfde als, ik heb jou ook gevraagd via de mail van, zeg, en waarom schrijf je eens niet een mooi zomernummer? Hè? Ja. We hebben wel een mooie zomer. Ik vind dat een zomernummer, hè? Wereldreis, ja, van mijn laatste cd. Ja, dat vind ik echt wel een zomernummer. Mm-hmm. Als je het over een zomernummer hebt, vind ik dat. Maar ik ben ook ik hou heel erg van ballads. En dat past mij als een handschoen. Ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar die wereldreis. Dat lijkt me een goed idee. Wereldreis, ja. Vertel eens iets daarover, Ida. Ja, dit liedje is geschreven door Sabine Tiels.
Ja, en Udo samen, Mechels. Ja, die hebben het samen. Ja. Die doen wel eens, ik geloof dat dat ieder jaar is, dat zijn van die sessies dat ze gaan schrijven met elkaar. Dus een aantal artiesten komt dan bij elkaar. En daar is Wereldreis uit ontstaan. En ze hadden me dat op. Udo heeft me dat opgestuurd en gezegd van, goh, ik heb hier zo'n leuk nummer. Is misschien wel iets voor jou. En maar ik, het was wel grappig, want ik had meerdere nummers van hem gekregen. Maar dat nummer, dat was grappig, want er stond een vrouwenstem op. De rest had hij zelf ingezongen, maar dit nummer niet. Toen dacht ik, wat een bekende stem is dat toch? Dat was en Sabine. Meestal moet zo'n nummer onmiddellijk pakken, ja, als je dat wil zingen. Dan, had je dat gevoel? Ja, ik heb dat heel sterk. Ja, dit had ik gelijk met dit nummer. Ja, absoluut. Ja. Maar het is niet het enige van Sabine, hè? Want er staat nog iets in de pipeline, zullen we maar zeggen. Ja, wil je dat al verklappen of nog niet? Nou, ik mag het wel verklappen, want het komt toch. Hè? Dus het is niet zo heel erg. Sabine heeft nog een nummer voor mij geschreven. Het was eigenlijk het allereerste liedje wat zij voor mij schreef. Tekst, muziek. Het heeft zo moeten zijn. En dat nummer dat gaat uitkomen ergens in september. En dat wordt dan ook een clipje van gemaakt. En dat wordt dan mijn nieuwe single. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Ik ben er heel enthousiast over. We kijken er naar uit, zal ik zeggen. Lieve luisteraars, ik ben Ida de Nijs. En ik stel u mijn nieuwe single voor. Speciaal voor mij geschreven door Sabine Tiels. En het is exclusief voor Radio Minerva. En ik hoop dat u er enorm van gaat genieten. Het heeft zo moeten zijn. Waarin je straalde aan mijn zij, zo gelukkig.